helemaal niet de bedoeling om nu nog te vloggen. Het is midden in de nacht, het is 3:30, 4 uur ongeveer. Maar als je je bezeert, dan heb je natuurlijk geen keuze. En dan moet je natuurlijk er iets van vinden. Dus eens kijken wat we er kunnen opleggen. Ik heb nu echt ijs, dus dat is ook nog wat. Even van mijn ijskast. Mooi, hè? Echt mooi hoe dat Enzo vroeger was. Dus het zit ook wel wat blauw. Dus ik weet niet of je het goed kunt zien, maar het is toch wel een hele grote stoot geweest. Dus we gaan er dan toch maar ijs op leggen. Dus dom zijn doen geen zeer zeker. Ja. Een beetje ijs. Het doet wel wat pijn. Dus ik heb geen verbandje voor erom te doen. Dus dat niet. Ik heb er nu wat ijs op. Het is wat eigenlijk in het leven gaan. Ook komt zoiets, ja. Dat doet wel pijn. Ik weet niet of je het ziet, maar het zit ook een beetje dik. Vergeleken met deze. Zie je? Dus, leuk is anders. Ja. Mijn kat is er komen bij zitten. Die denkt iets van, kan ik voor jou iets betekenen? Ja. Momenteel niet. Maar het is wel lief natuurlijk van die kat dat ze erbij komt zitten. Sympathiek. Dus, we kunnen er alleen maar ijs op leggen. Ja. Dus hebben we weer een extra video aan. Dus er valt niet veel aan te doen. Ja, jullie zien het niet echt dat ik er ijs op leg. Kijk, dat is wat ik nu doe. Dus, ik zeg het. Ja. Het is niet gemakkelijk. Maar ja, dat is als je alles alleen doet. Ja, als je alleen bent, dan doe je ook alles alleen. Dus dit ook natuurlijk. Hè. Dus daar valt natuurlijk niet over te twisten. Ja. Dus het ligt er nu op. Dus we gaan een paar minuten poelen. Dan hopen we werkt dat. Een tijdje verder. Ik heb het heel goed gekoeld. Ik hoop dat het gaat werken. Ik hoop dat het morgen niet blauwer wordt of dikker wordt. Want dat is natuurlijk niet goed. Dat maakt de mens weer uit. Of ik al licht even uit doen hier. En dan ga ik nu meer naar boven. Dus ja. Hoe is het eigenlijk kunnen gebeuren? Ja, ik wou op de badkamer. Eventjes iets gebruiken. Een stoel om... ik wou iets. En dan ben ik tegen... ik ga het even laten zien. Dus ben ik hier tegengebotst. Met mijn hand. En je ziet het resultaat. Wat dat is, het is niet leuk. Maar het kan ook niet anders. Dus het is gebeurd. En we kunnen er nu over nadenken en overdenken van shit, had dat maar niet. Hé. Maar dat haalt niks uit. Dus ongeltjes zitten in een kleine hoek. En wel een hele kleine hoek. Dus ik zie dat je nog tandpasta hebt, maar goed. Veel kunnen we er nu niet aan doen. Dus ik zie jullie morgen, guys. Tot morgen. Ik ben net aan het denken dat ik echt wel iets in huis had om aan te doen. Het doet nog steeds heel veel pijn. Dus, en dan besef ik in één keer dat ik dus verband in huis heb. En normaal gezien ook doekjes. Ja, ik zit hier met onderbroek, mensen. Die dat niet leuk vinden om naar te kijken. Ik doe mijn best om niet erbij te brengen. En de zalf, die heb ik ook niet. Dus niet gesponsord, mensen. Dus,
Zo. Laat het zelf hangt aan en dan gaan we er nu een bandje rond doen. Zo. Ik ben er niet zo goed in om dat te doen, dus dat is niet, en zeker al niet via links. Dus al zeker niet. Ook niet te strak. Dan hebben we hier nog een schaar nodig, dus die ga ik even pakken. De schaar er goed aanzet. Ja. Doet natuurlijk wel altijd heel veel pijn, hè. Daar niet van. Maar het is toch wel beter, dan stoot je tenminste niet. Ja, het is beter dan niks, hè. Dit is toch een goed idee van mij, vind je niet? Midden in de nacht. Dus hoop vond je dit een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.